Ja. Hey. Ik weet niet hoe dat jij hoort, dat heeft iets dat leuk is. Ja, fout. Heel goed, Jan. Heel goed. Ja. Ging je er staan zeker? Ja. Die slingel, hè. Het is wel goed dat je hier bezig bent. Nee. Rustig aan. Maar ik probeer altijd rustig te blijven. Ik wil niks zeggen. Twee. Bal dit. Ja, wel rustig op losje bal. Zoek de lijn, zo kun je het ook zeggen. Heel goed. Mooi hoor. Goed? Ja, zoek de lijn, hè. Tja, staan blijven dan. Ja, de baas zegt het, staan blijven. Ja. Vier. Ben je niet dun tussendoor? Dun tussendoor? Nee. Nu wel. Zes. Nee. Is toch geplaatst? Oh ja, net aan de dag. Ja. Ja. Maar ik sting constant in de bal. Daar ging het even om. Ik vond het zelf, ik vond dat het goed ging. Hoi, de. Ja, dan stel je het maar. Zeker weten. Goed, Jan. Toch knap gespeeld. Knap gespeeld. Oh. Ja. Ik ben wel mooi, Jan. Want dan gaat het niet lukken. Gewoon lekker een mooi bandje van. Dan ga ik mooi worden vrolijk van. Tik. Ik kijk niet, niet in die boom. Tik. Daar moet ik hem. Hup. En doe. Oeh, ik zat er bijna op. Maar ik vond het niet slecht. Nee. Dat is ook niet raak, maar. Nee. Dat is ook weer niet raak, nee, maar deze is ook meestal van mij tijd. Deze is een mooie. Wat is het? Staan blijven, jongen. Staan blijven. Staan blijven, staan blijven. Staan blijven. Zeker niet. Kijk, ik word makkelijk. Net dan. Kijk, ik ben toch gewoon morgen klaar. Het loopt wel slecht uit, moet je. Tuurlijk. Mooi, Jan. Keurig. Ja, maar even in die land. Die is ook gewoon plaats, hoor. Dat is gewoon prima. In de rondte, Jan, in de rondte. Ja, dat is wel goed. Dun, en dan moet ik niet geven. Moet er licht in tikken. Beetje dun, weet niet te veel. Oeh, dat is veel te dik. Dat is wel dun. Te dik. Heel dun. Keurig.
Staan wel continu stil nou, hè? Zie je niet. Je hoort het goed. Ja, hij staat heel rustig te spelen. Hoor. Oh, dan moet je niet erin zien dat je rustig hoort. Ja, hij moet er rustig over. Ik ben bezig met je. Keurig. Nee, kijk, niet die keu draaien. Dat is... Die keu. Even nog gewoon tikken en weglopen. Weet je? Gewoon niet mis is mis draaien. Zo. Recht naar voren staan, dus daar moet je hem wel even dingen. 1, 2, 3, recht naar voren. 1, 2, 3, recht naar voren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hup, naar voren. Keurig aan. Gewoon erop spelen. Ja, dit is weer een balletje van mij, dus. Oh, het is verkeerd. Keurig, kijk er nou, ja. Goed gespeeld hoor. Blijven staan. En, snij van wit, joh. Snij van wit. Je kan er veel makkelijker bij. Maar dat vind ik veel moeilijker. Nee, maar je kan er wel veel makkelijker bij. Dat kan je niet maken. Snijden, gewoon snijden. Dus naar de lange band toe snijden. Een beetje links effect, lange band rood. Ja. Zit er nog een band aan? Of niet in één via één band, via twee. En rustig tikkie geven. Blijf staan, blijf staan. Blijf staan, nee, blijf staan, blijf staan. Boeien, maar je moet het niet ver zoeken, want die andere heb je helemaal geen controle op. Hier, kijk, als je dicht bij een bal hebt, heb je controle op je spel, op de dikte. Ging zo omlaag. Die andere was gewoon een beetje lucky shot. Ja. Dik. Nee, hij moest wel dik hoor. Ja, hij is te dik. Hij is te zacht. Ja, dat denk ik niet. Ja, dat was prachtig. Beetje tempo erop. Tempo. Iets hoger. Tempo. En dan waarom? Of hun met veel, zeg maar. Ik was allemaal een beetje al confused van die andere bal. Ja, het gaat wel mooi, hè? Ik zie wel dat ze steeds mooier gaan. Ja, ja, ja. Ik vind het niet zo dat hij misgaat. Ik vind wel dat ik goed beter stoot. Goed, Jan, dat is goed. Blijf staan. Blijf staan wat je gedaan hebt. Dat is goed. Jazeker weten. Kijk, dit is weer zo'n oefenstootje. Zie je, naar die rode toe. Kijk eens. Knappel. Nou, nog eens knap, maar heel knap. Rood spelen, hè? Ja. Ik kom veel, veel hoger aan de bal, hè? Krijg meer snelheid in rood. Ja, dat is heel mooi. Maar hij komt wel uit, maar zit echt knap. Ja, eigenlijk. Je hebt wel mooi. En nu trek je hem nog een keer erop en dan doe je het wel goed. Tuurlijk. Ja, baas. Voelen, voelen, druk. Een beetje moeilijk, hè? Doe mijn best. En nu, is, nu moet je dun overbal. Wat moet je? Dun van wit en overbal. Oh, ik zou dik voor, ik zou graag dik voor. Nee, dun van wit. Oh, dat is gekomen. Nee, de voor gewoon, de voor. Je die trekt wat je trekt. Klein tikje naar rood, tik. Zo, een beetje effect, een beetje effect. Even dik, even dikker raken, zie je. Maar dat kan nog een keer. Ga je dun. Je effect geven, je geeft het effect niet. Hè? Ik denk dat hij het echt nodig heeft. Ja, dat heb je wel nodig. Ja, dat zag ik nou ook, maar ja. Je zit er een bal naast. Ja, oh, ja. Een bal naast. Te voorzichtig daar ook een beetje misschien. Ja, ja, ja. Mooi, hè. Laatste in mijn brood. Altijd goed. Zie je dat het helemaal niet zo belangrijk is? Waar die rode, of waar die gele komt. Ja, jij maar in je gebiedje. Precies, kijk, en dat hij even te kort op rood valt, is een beetje pech. Nou, dit is een puntje. En nu heb je beter zacht naar geel kunnen spelen. Ja. In plaats van dat je die rode weer halen. Ja, dat is weer, daar gaan wij weer gauw denken van. Ja, dat kan helemaal niet. Oh, we kunnen hem proberen te halen. Dat is gewoon een tussenstoot maken ofzo.
best gespeeld. Jongen. Ja, dat is goed gespeeld, dat wel. Achter de wit doen je. Achter de wit doen. Dat zou ik mooi doen. Dat doen we wel, met een beetje links effect. Dun raken, tikkie grepen. Een mooi tikkie grepen. Ja, alles komt in de hoek, Hartman. Dun wit raken met een beetje links. Klein tikkie geven, tik. Met gevoel. Ja, met gevoel, doe dat dan maar. Het is echt, te dik is alleen mis. Maar als hij een beetje dun is, is het toch goed. Tik. Kijk eens. Nee, hij mist. Hij heeft het effect niet, hè? Nee, hij heeft geen effect. Ik zeg dat omdat ik er niet scheef, man. Jongen, homo schootjes. Dit is wel de bal. Dit is de bal. Ja, maar Jan mag naar maar je geeft die draai niet. Jan, ja, maar hoe kan dat? Dan ligt het volop in die bal. Ik zeg zelf, maar ik kan niet scheven dan dat. Oké. Okay. Dit is mooi. Maar ik moet er één ding bij zeggen. Ik kan nooit zoveel effect geven als een ander. Nee. Op een of andere manier is dat gewoon niet zo. Daarom spel. Als de bal heel veel effect moet hebben, dan. Twee. Dan moet Jan weer lachen met derde. Nee, dat maakt niet uit. Dan zie je niet een keer gratis. Zijn er maar niet uit met ik bedoel. Plaatsing op rood moet je spelen, dus die dus gele hoeft er niet bij, als je maar mooi op die rode komt. Die mooie rood is belangrijker dan die gele erbij. Nog een keer van geel, en weer mooi op rood. Dus je hoeft die gele er niet bij, maar je moet er gewoon mooi naar die rode tikken. Tik. Kort, tik. Zo ja, kijk, hij hoeft er niet bij, zie je? Kijk. Het nog een keer doen. Dan kan je deur voor, als je vrijdag kan je deur voor rood. Ik denk dat je vast hebt. Ja, ik ben ja? Dan kan je deur voor rood en plaats hem op groot. Krijg je een keer. Ja. Dat is te hard, kijk. Ja. Zie je? Dan kan je hem niet meer lekker parkeren van veel. Dan kan je hem optrekken, nou. Ja. Nou, parkeren maar even goed. Parkeren maar, nee, parkeren maar, parkeren maar. En dan een beetje stijl. En gewoon mooi naar rood toe, rechte lijnen. Net als een trekstok, tak. Keurig. Ah! Ja, niks. Ach, dat is kom. Achter ons. Hoe is het mogelijk? Ja, je hebt over. Je hebt over. Rechterin, hè? Hou je niet meer aan die ballen denken. Denk aan die lijn. Tik, rechterin, tik. En staan blijven. Niet kijken of hij doet. Dat moet je nog een beetje voelen. Ik sta er stil, ik weet niet wat voor je. Ja, maar je neigt toch heel zachtjes mee naar die derde bal. Ja, hij is verkeerd, prettig. Ja, dat is weer een puntje, Jan. Dat is fout. Een bandje plaatsen, joh. Van rood. Van rood. En zachtjes naar geel. Van hoog naar je bal. Binnendoor, binnendoor. Hou oh, kort op. Hou oh, zo, winkel. Ja. En rechtlijnig op geel. Moet alleen maar mooi op geel komen. Een klein tikje geven, tik. Zo ja, zachtjes naar geel. Ik krijg toch een prachtige bal. Hij is iets te dik, maar. Heel veel effect geven, heel dun, een klein tikje geven, tik. Zo, ja, kijk. Plaatsing op rood, zie je dit? Mooi plaatsen, Jan! Ook een klein pikje geven, een klein pikje. Klein pik, dat is een klein lange pik. Kunst ook. Kunst.
gaat doorschieten. Zag je daar ook? Ja. Hoog in je bal. Nu moet je aan je top gaan zitten en rustig op die rode, op die geel laten vallen. Kijk, die swapper is erg. Dit is heel erg. Je ziet het er langs lopen. Ja, nee, ik snap wel dat. Ja, hij blijft staan, die tikt op ja, maar ja, die is raar. Ik zie hem de markt lopen, dat is het gevoel natuurlijk ook, hè. Ja, maar ja, dat voelde je al dat je ging stoten. Is dat zo? Ja. Oh ja. Ja, dat zal ook wel. Kijk, dit is weer mooi. Dit zijn klanten. Ja, technisch ben ik natuurlijk vele malen beter. Ja, dat is ook zo. Wacht even, die bal is nog verjanderd. Maar je hebt godverdomme je hele leven, je bent met de keu in je toos geboren. Ja. Dus. Kijk eens. Ik heb een beetje slap ingezet hoor. Ja, dat moet je wel. Leg bij rood, dus het maakt niks uit. Oh ja. Daar ging net een spelletje om. Oh, ja. Ik ben heel tijd al. Ja, maar dat, nee. Blij dat je het ook in de gaten hebt. Blij dat je het in de gaten hebt, man! Ging erom dat we zie je dat, dat Harry nou al een beetje macht krijgt gewoon over wat hij doet? Gewoon rustig staan en een tikje geven. Hij voelt toch wel een beetje aan hoe het werkt. Zie je? Heb ik dat niet? Nee. Nee? Nee. Loop eens naar je achter. Dat ga je dus al doen. Dat is dus het punt. Jij staat hier een puntje te maken en ik sta met een miljard. Dat is het verschil. Vraag het aan de baas. Die wil het de baas ziet wel hoe het gaat, hoor. Hopla, dat is heel goed. Oeh, jammer. Maar dan krijg je een lichte mond daar. Heel fout. Ja, wel maar ook. Ja, want kijk, als je hem tipt, dan ga je gewoon weer naar die witte toe. Ja, maar dat bedoel ik. Daar was ik mee bezig. Wat heb je goed in je bordje gezet? Ja. Ga je nou van rood of van geel? Van rood. Oké. Okay. Moest nog niet allemaal. Nee, hè? Ja, heel veel los. Kijk wat hij doet. Keurig. En dan moet je eigenlijk ook, in superstars moet je ook weten hoe dik je hem raakt, oké? Ja, ja, ja. Want dan weet je ook wat hij doet. Ik denk het is een makkelijk balletje, maar je moet die dikte voelen. Ja. Dan moet je gewoon, Jan, deze moet je gewoon netjes erop trekken. Ja. Naar geel toe. Ja. En niet die rode erbij willen halen. Nee. Gewoon een mooi trekstootje maken naar die geel. Gewoon lekker erop trekken, trekken. Zo, ja, keurig. Kijk, dit is gewoon goed, zie je? Dat een beetje, want als je nu die rode rode bij, dan ga je allemaal raar doen, joh. Dan ga je. Ja, nee, dan gaat het nu. Gaat nu, kan je wel hard achterom. Je kan ook zachtjes naar rood toe, hè? Kijk, zachtjes naar rood, tik, zie je? Kijk, dan krijg je weer een mooie bal, hè? Dit nou, zachtjes naar geel, hè? En dan ga je gewoon weer een piquetje krijgen van geel. Klein tikje, die is veel te hard. Die kan toch zacht? Ja. Hij valt wel goed. Nu heel veel links op, hè? Hij valt wel goed, maar het is niet goed. En opdikte, gewoon rustig naar rood laten rollen. Geel is niet zo belangrijk. Het effect is belangrijk en dan dit punt. Hier, kijk. Hier vallen gewoon ballen. Ik zou gewoon naar de bal, korte band gaan, hè. En gewoon opdikte. En zachtjes naar geel spelen. Niet hard, maar netjes. Tjak. Het is dun. Of tegeneffect, zie je. Meer is het niet. Okay. En dan ben je te hard op rood, zie je? Ja, dat wel. Ik vind eigenlijk dat hij wel heel mooi weggenomen is. Ja, nee, is goed. Concentratie op rood. Oeh, te slap. Kijk je achterhand. Kijk je achterhand. Ja, oeh. Kijk, dan moet je scherp worden op die stoot, hè. Nee. Maar die, ja, dan moet je er recht in gaan, hè, met die Q, hè. Staan blijven, ja, staan blijven.
Mooi, hè? Ja, ik snap wel dat je dat zegt aan het staanlaag. Als ik nou die bal helemaal. Ja, jij mag weer verder. Ja. Dat is een grote broer van mij. Maar jullie spelen al een stuk relaxter zo, hoor. Dat is wel goed, hoor. Hoeveel punten erbij dan? Als je niet rood erbij spelen, jongen, gewoon zachtjes erop laten vallen. Gewoon zacht tegen geel. Want hij wil nu die rode alweer bijspelen. Dat ja, ik wel zien. Gewoon een tikje geven, plaatsen. Kijk, dan heb je nog een puntje extra, Jan. Kijk, één puntje. Een snijzeltje van geel. Duur met veel effect. En weer plaatsen naar rood. Je plaatst hem dan nu aan de verkeerde kant. Maar goed, dan kan je even doen met heel veel effect, denk ik. Naar de lange bal in plaats op geel. Zo mooi. Ja, gewoon een tweebandje maken. Of een driebandje maken. Ja, hier het doen met effect. Even een mooi kort tikje geven dat je een tweebandje hebt. En plaatsen naar die rood of trail niet zo bij. Geef geen effect. Jawel, ik ga weer wel. Maar te dun. Ja, nee, niet te dun. Je moet hem trekken. Je speelt ook veel te dik. Daarom is hier het geluid dus ook niet goed. Maar ik moet één ding zeggen, Jan, verdedigend bij je super sterk vandaag. Kijk, als jij nou. Kijk, hij wil goed bij de geel komen toe. Ja, maar hij maakt een snapje. Ja. Ja. Dat kan hij natuurlijk nooit zo, dat kan nooit zo hard moeten zijn. Goed hoor. Kijk, hij blijft maar staan. Kijk, dit is al een nette bal, hè. Ik weet niet of die derde die mist gaat. Nee, van mijn zuiver op de stoot, voor de rest helemaal niks. Ja, dat is wel een grote klas. En die stoten zijn allemaal goed. Zeker. Die vindt ze allemaal nee, goed. Nee, dat zie ik wel. En daar gaat het meestal maar om, hè. Dat ik blijf staan en dat ik in die bal... Ik kijk niet naar gemiddeld, dus ik kijk... Nee, dat heb ik ook. Maar dat maakt wel aan. Oh Jan, wat doe je nou? Die kets. Marseille. Kets. Ja. Maar ook die Marseille moet vellen. Ja. Spannen. Te ver af ook en niet. Kijk, dit is mooi getikt. Ja. Ik ben er eigenlijk niet kan. Ja. Deur van wit, hè, en dan een beetje meer op zijn dikte voelen. Kan ik hier even tempo tik. En staan maar wel weer. Kijk. Mijn ben ik nog maar staan. Maar weer deur van wit. Ik heb het helemaal anders. Staan blijven, dat ben ik helemaal gefocust. Nou. Je ziet ook dat werkt namelijk. Ja, ook. Nee, gewoon dun van rood naar het bandje gaan. Of tussendoor, maar heel dun van rood spelen. En dan zie je gewoon naar de korte band spelen. Heel klein tikje geven. Beetje links effect, rechts effect, sorry. Rechts effect. Heel rechts, heel rechts. Dun. Heel dun en een klein tikje. Tik. Ja. Dan kan je weer dun van wit, zie je? Naar de geel, naar de rode. Dunt uit. Niet te zacht, maar netjes. Tik. Keurig. Dit hoeft niet te zacht. Nou, gewoon wit nog een keer. Veel effect. Nou, ik moet wel nog, ik kan niet zo goed blijven. Even omheen lopen. Je moet eerst omheen lopen en even kijken naar de goede lijn. Ja, ik kan niet blijven. Ja, je moet even, even goed kijken hoe die lijn eruit ziet. Ja, weet nou weet je waar je keuken moet hebben. Ja, dat weet ik sowieso niet. Oh ja, maar dat is wel het verhaal. Ach, hoog in je bal, hoog in je bal. Hoog. Ik kan niet hoog, ik kan niet meer. Ik zit zo groot, man. Rustig aan, en tikkie. Blijf staan. Is het dik. Ja, ik kan dit goed zien. Goed gespeeld. Goed. Hoe laat staan nou? Ja, dat doe ik wel, maar ik ga niet horen. Mooie. Ga jij er een puntje van maken, Jan? Nou, gaan we nou zo beginnen. Nou ja, hoor, wat ik bedoel. Trek, hè, Jan. Inzetten, hoor. Ja. Dik, hè? Ja. Hij mag nooit die man pakken. Nee. Nou, trek hem naar de rode toe. En niet die gele erbij. Heel diep gaan zitten en zo dun mogelijk trekken. Maar wel een beetje vlotter op trekken. In één, hè? Niet vier man. In één, hè? Gewoon erop trekken. Diep aan je bal. En gewoon mooi naar rood trekken. Hup, de deur. Is de dik. Ja, dat is de dik.
Ik zeg nog een. Ik hoorde denken, hoorde het ook al niet zijn hoor. Hm? Overband, Harry? Nee, je gaat doorstoten. Nee, joh. Overbandje, dun overband. Met een beetje rechtsgebied. Ja, op dat, dikte. Dat is dus het punt, dat zou je zien, dat effect, dat lukt dus niet. Hoog aan je bal. Ja, maar dat... Klein tikje geven. Goed naar je dikte kijken. Rustig tikje, niet hard. Sorry. Kijk, even te dik. Ja, dat is wel slecht. Het effect geef je wel, man. Keurig. En je ene erop trekken. Onder aan je bal, links effect. Rechts effect, sorry. Dun trekken, hè. Dun trekken. Diep aan je bal. Diep aan je bal. Heel diep. En dun. Zo dun en langer in. Lang. Zo, ja, kijk, 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 kijk. Niet te veel tweede spel, maar wel mooi. Ja, dat maakt niet uit. Nee. Kijk, hij legt wel weer gewoon in bij elkaar waar je leggen moet. Maar je plaatst hem gewoon in de rood. Drie en staat zelf stil, dat ja. Is het enige wat van belang is. Ja. Dan word je ontspannen van, hè? Ja, nou, dat gaat goed. Ik voel me ook ja, goed. Nou, ik zie het wel. Twee ballen. Ja, twee ballen. Vier. Ik heb er drie ballen. Oh, ja, maar daar ook. Ja, ik heb makkelijk zo. Kon je dunner aanspelen? Ja, dunner aanspelen. Met de drie ballen kon je dan kan je het beter controleren. Snap je? Want nu speel je alweer te veel ballen. Ja, ja, ja. Mooi hand. Ja, perfect. Dat is... Hoi! Plaatsing op geel wat even kleiner moet, zie je? Wat gekend, hè? Dus je... de... Ja. En dan kan je nog trekken, hoor. Dan trek ik veel dieper op. Ja, het is geen probleem, dat is de bedoeling eigenlijk op dit moment niet. Hij moet er eigenlijk bij blijven leggen. Ja, dat kent is mooi, mooi getrokken. Ik denk sowieso lig je bij rood. Top. Kijk, als je hem niet inzet, is hij mis. Weet je, ja. Dat is vaak het punt, hè? En plaatsen naar geel, hè? Voelen, tik. En blijf staan. Kort, een beetje kort, want hij ligt kort bij, dus het is dus kort. Hoe veel te dik, man. En je gaat omhoog met je keu, en je kijkt wat hij doet. Eigenlijk ben je anders wat je niet doen moest. Dat is waar, ja. Moeilijk, hè? Ja. Top. Topballen die weer, ouwe. Achterrood. Maar niet slecht. Beetje links effect. Ja, dat is even rustig zitten, man. Niks kijken. Hij snijdt het wel, Thomas. Ja, en staan blijven. Nou, dan moet je janken. Kijk wat voor ballen overhaal. De leermeester zegt dat ik zelfs moet doen, dan doe ik dat. En dan gaat het goed, dan is het weer niet goed. Dat was het perfecte bal voor mij bijna, of niet? Bijna, hè. Deze moet ik doen. Nee, maar rood blijven, hè. Ja. Staan blijven, wijzen. Tikken. Ja, jammer. Ja, ik moet er tussenuit een beetje. Goed gespeeld. Ja, houdt wel met elkaar, ik moet er tussenuit, hè. Nou, jammer. Had jou weer de moeilijke. Laat het even zien. Laat het even zien nou, hè. Sowieso een wild idee maken ook. Maar goed, dat doen we van geel. Dat doen we van geel of van rood. Maar kijk, ja. dat is het.
Verkeerd van. Dat kon je niet van rood, Jan. Nee, dat kon niet. Waarom is het dan verkeerd om. Ik maak toch geen BRD als ik hem pikeer van rood. Vanaf daar wel, dan is het heel kort erop. Ja. Ja, vanaf daar wel. Een massetje. Een massa meer. Maar ik heb dus trekken van wit kennen, Wim, ik ken hem ook. Hij trekken van wit. Brood. Nee, trekken van wit. Trekken van wit, lekker ook plosje brood. Ja, dat trekken we maar mooi op. Hij heeft er niet bij. En trekken we dan de korte band en dan erop op rechtstreeks. Nee, nee. Dat hoeft gewoon netjes. Nee. Hij hoeft er niet bij, zegt hij. Nou. Nee. Diep bij je bal is mooi, dat kan ik op dikte erop doen. Ik zeg nog diep bij je bal. Ja, wacht even. Diep. Ik vind het helemaal niet erg, want ik bedoel. Nee, dat doe ik niet. Het ligt allemaal bij elkaar. Je doet iets. Je doet iets. Ja. Die krijgen we wel door. Ja, maar dat krijg ik nou wel door, maar de uitwerking gaat wel even tijd kosten natuurlijk. Maar je ziet wel het effect wat ik nou mee bezig ben. Dat is ook echt wel leuk hoor. Ga ik tillen. Mooi Jan. Van niet mee hoor, superballen. Nee, dat is niet ja, dicht bij elkaar. Daar is daar ook de pionnetje voor, hè? Zeker het pionnetje aan de korte kant. Nee, ja, nou moet jij ook trekken van geel. Gaat hij voor een puntje? Nee, plaats hem maar op geel. Ja, toch? Plaats hem maar op geel. Jij mag dat wel, ja? Nee, deze ligt echt mooi. Kijk, die plaats hij op geel nog even. Geel in de rond, de drie banden en een volle brood. Dik rood, dik geel. Ook helemaal, dikker, rechts effect en dan tak. Zo, en kijk, ook een grote. Hij staat voor rood. Plaats geel. Die vorige ging, die trek ook moest ernaast blijven. Ja. Tegenaan, niet meer dan dat. Nu is de portie, kijk. Hè? En een mooie bal eruit. Kijk, nou op die topping. Hier hou ik van, Rien. Mooie reis in dit leven. Nou ja, ik zal even bij elkaar leggen, mooi. En dat doe je nog een keer knap daarna, hè. Niet van die tweede hele dag. Komt ie. Keurig. Toch netjes. Nu stoot. Kun je alles hebben? Oh, wel heel veel geluk kan je wel hebben. Daar hebben we allemaal over. Tuurlijk. Maar het is nog geen enkele keer dat die bal lag. Wat leggen we nou eens tegen een bal? Deur van rood. Waarom dat dan? Of tegen geel aan? Naar geel toe. Dat zijn we bezig. Tegen brand leggen. Zag je spellen tegen de gele bal? Kort of dichte. Zo, kijk, dit is miljard. Kijk, dit is miljard. Nou, dat is ook zo. Over één bal. Jezus. Ah, of in één, maar ook met jou was het een doen. Diep bij je bal en gewoon zachtjes door de bal, lang door de bal, kort, door de bal. Nee. Ja, ik doe hem gewoon over een band. Zo hard. Zo van je natuur. Ja, dat. Ja. Jezus. Dat is het probleem, ja. Twee bandjes, ja. Nou, ik wou er één keer. Nee, twee bandjes. Lange band, korte bal. En dan plaatsen we rood. Lange band, korte band. Ja, dat snap ik wel, maar ik bedoel dat wel. Zag je spelen? Nee, niet scheideren, man. Ik doe niks anders zag je spelen, maar dat is gewoon niet. Dat is geen ideale bal hoor. Ja, hoor. Links effect, op dikte, klein tikje geven, zag je het nou. Leg hem maar neer voor je vriend. Ja.
dat doe ik natuurlijk niet anders. Kijk, dit is toch prachtig? Ja, maar kijk, wat zag je nou weer? Het is Bojarte. Bojarte, ja, dat doe je. Ja, daar wakker we mee. Nee. Jij bent gewoon te fanatiek voor Twinkie, man. Dat is een vette bullshit. Dat niet. Zo, dat filmpje had het filmpje bij zich van luisteren, denk ik. Dat is moeilijk. Ik hoef je niet te maken, ik moet blijven staan. Ja, daar ik kan blijven staan. Ik hoef zelf niet te maken. Ik maak het nu wel gewoon maar gewoon. Leg er gewoon weer bij. Ja, dan gaat het om. Dat gaat niet om het maken. Dat zie je niet. Dat is het probleem. Een moeilijke bal, ja. Het beginnen. Zag je snel rood, hoor. Mooi naar geel. Keurig. Kijk, dat is mooi naar geel, sowieso. Hier maakt er ook niet meer uit. Dit is wel weer netjes. Dat is een mooie bal. Mooie bal. Kan je niet trekken van geel in de rol? Ja, volgens mij. Oké, dan trek je maar van trek hem maar de geel toe door. Zo mooi mogelijk trekken. Keurig. Kijk, je legt niet ervoor op de geel. Ja, dat is goed. Dan ga je weer naar rood toe. Nee, niet van rood gaan, van geel gaan naar rood toe. Dit is zo'n belangrijke bal. Die eenboombolletjes plaatsen naar het midden van of naar die kijk, je drukt geel een beetje naar de hoek toe, ja. En je speelt zachtjes gewoon normaal naar rood toe. Kijk, hij valt niet op, maar daar kan je niks aan doen. Dan ga je weer naar geel toe. Ja, toch? Ja, natuurlijk. Ja. Rood is niet zo belangrijk, die hoef je niet te halen ofzo. Je moet gewoon de dikte voelen en dan naar geel toe tikken. Of ook niet gewoon netjes tikken. Dat is hard. Dat is jammer dat je die hard speelt. Waarom? Waarom? Als je dit zag spelen, nu klost hij en legt hij op. Jan. Je kan ook deuk van geel, ja. Zacht naar rood. In de ronde. En laat die geel een beetje liggen, je geeft een beetje effect en je tikt er gewoon rond. En rustig wachten. Tik. Zo, waar staan? Mooie bal. Kijk, en een geplaatste bal. Ja. Niet dat je bij die andere niet gehad. Nee. Dus ook weer, kijk, als er niks weg, ga je gewoon zachtjes naar geel. Hoor. Niet erbij halen, een klein tikje geven. Tik, zie je? Zachtjes naar geel. Even het achterleggen, ook goed. En zo ga je dus meer punten maken met... Nu moet die ene de bal ook niet hard spelen, maar op dikte en een mooi tikje geven. Tik, rustig naar de bal. Ja, sorry. Tik, samenblijven, heel goed. Iets te duw hier. Ja, maar kijk, hij legt wel weer vlak bij rood. Ja. Hij is iets te dun, want de tempo was goed. Ja. Even dikker, gaat geel meer mee, dus ja. Hij doet beter dit tweede bal spelen. Dat is dan het andere. Ja, goed. Ja. Keurig, man. Kijk, 1 punt. En dan legt hij als het goed is vrij of vast. Ja, leg los. Oké, dun, dan kan je hier nog makkelijker in. Hoog in je bal. Ja, wit. Oh, je kan hem nog. Rood toch gewoon? Ja, maar van wit, net van wit zo. Of zo, naar die rode toe. Dat kan nog makkelijker. Wel nou zo. En zo. Ja, dat kan ook wel. Dan hoef je niet te duwen, want je geen rare stoot te maken. Dan kan je gewoon duntjes spelen. Ook een duimpje misschien, maar gewoon een klein tikje, tik. Wit blijft liggen. Kijk, die is altijd dik, Pik al. Ja, dat moet je leren dan. Ja, die ging ook omhoog, hè? Ja, maar dat is... Ja, dat is dat soort dingen. Ah, ja, hij voelt de dikte niet. Nee. Dat is wel apart eigenlijk. Dat komt gewoon, dat is voor mij onnatuurlijk. Ik kan gewoon zelf van heel dun van rood. Ja. Maar goed, je... Ik kan een heel andere bal maken, ja. En dan heb ik niet... Nee, dat snap ik. Wel de betere oplossing, dat wel, als je moet heel dun spelen, laat hij dan mooi leggen. Ja, het is gewoon een beetje durven. Je durven en dan je het ook een beetje. Het is
even een andere kijk op. Kijk, Jan, als je het niet vertrouwt, Jan, hè? De vertrouw je niet, hè? Schiet hem dan zacht. Hè? Ja, ik heb hem nu. Ja, gewoon nu. Ja, toch? Als je het niet vertrouwt, zeg ik, dan schiet je hem zachtjes door. Ja, dan dat zou ik kijken of hij. Maar als hij dan maar wel zacht is, hè? Ja, dat mag. Dit is gewoon plaats, weet ik heel goed. Maar op dikte, en dan blijven ze wel weer een plek, zelfs in de dingen. Oh, maar netjes plaats, zie je? Netjes plaats. Nou, ik zou gewoon met gegeel gaan. Het is gewoon plaats op rood. Gewoon netjes, hoeft er niet bij die gele, als je maar weer rood plaats. Mooi rustig drukken. Rood plaats, zie je? Dat blijft je nu liggen. Je wil te veel geel spelen. Ja, ja. Gek is dat, hè? Terwijl je rode eieren dichter bij rood bent, is het altijd goed. Dat doe je aan alle kanten. Ja, precies, precies. Is dat geel? Naar geel toe. Naar geel. Nou ja, goed, je legt maar geel, dat is wel goed. Niet voor de zekerheid, ging het niet. Nou ja, je weet dat rood die kant op gaat. En nou wil ik rood weer handen spelen, dat rood trek weer het hoekje. Maar ja, jullie hebben wel goed geplaatst op geel nu, want dat is de afstand van geel en wit. En deze kan je, in principe kan je deze gewoon erop laten vallen naar de korte band, of in één. Naar de rood toe, zachtjes naar de rood toe. Want je wil hem alweer van rood rondspelen, snap ik ook wel. Maar je kan hem makkelijk van geel spelen naar de korte band en achter de rode spelen. Ja, het lijkt heel wat, maar als je kijkt gewoon naar die dikte van geel. En dan tik je hem gewoon aan het kort. Je moet hem gewoon hierheen tikken. Ik snap al dat je denkt dat ik daar moet komen. Maar ja, gewoon rustig naar de rode. Nou, maar als ik nou. In de wedstrijd zou je gewoon rondgaan, snap ik ook wel. Maar speel het niet om. Speel het maar eens. Nee, het gaat erom dat je naar die wit. Speel het maar eens. Rood plaatst. Speel het maar eens. Ja, nee, ik vind het helemaal lastig. Zachtjes naar de korte band spelen. Een klein tikje geven, tik. Blijf staan. Iets te dun. Kijk, als je iets effect geeft, je komt er vol achter. Ja, ik vind het een lastige bal. Ja, maar ook omdat je niet blijft staan nu. En hij mag ook er één keer erop. Ja. Nee, dat wilde hij niet. Nee, maar je legt ook nu niet bij rood. Je moet bij rood leggen. Ja, hij is sowieso te hard gespeeld. Dus je moet meer effecten geven om hem er één te leggen. Dat was die militaire effectbal, maar toch weer niet. Je moet die dunner, want ik heb een hogere bal. Ja, dan kunnen we het allemaal proeven. Ja, dit is leuk hoor, het is echt leuk. Kijk, keurig, kijk, plaats op rood. Mooi. Kijk, en niet bang wij zijn hier achter. Gewoon dun van rood naar de geel toe. Hoog aan je bal. Hoog. En een beetje tegen misschien als je heel dun zit, maar goed, dat, ik weet hoe dik je zit. Zo maak je het je wel makkelijk hoor. Nou, trek hem maar van rood en dan gewoon op geel trekken. En niet dus het klapje op rood en dan zou je kijken. Ja, bij die gele blijven. Kijk, dan klost hij hem nou. Omdat je bij geel wordt. En dan kan je gewoon weer snijden van rood. Heel dun en plaats hem op geel, zie je? Kijk. En dan kan je nog een keer. Lekker. Dan kan je hem halen of je kan trekken van geel. En dan plaats je weer op rood. Moet je die gele er niet bij halen. Je moet hem dus eigenlijk niet erop spelen, die gele, maar gewoon plaatsen, heel diep gaan zitten en mooi plaatsen op rood. Je moet bij rood blijven. Ja, dat is dus de valkuil. Dat je nou, als je nou die wil trekken erbij, gaat die erachter liggen, een probleem. Als je nu trekt hier naartoe, dan komt er geel, komt er wel een beetje, maar je moet jou wel hierheen trekken. Okay. Dat is een beetje zo dubbel, maar niet met. Met tegenpeek, maar met dus op dikte. Ja, ik zat al te ver, daar was ik bang voor dus. Wat gaat te ver? Nou, die gele. Die moet dunner, je moet een dunner trekken. Dieper en dunner is dat dan. Dan kan je gewoon, kan je me gewoon voorleggen. Dus maar, hè? Ja, nu dat wel. Ja, maar ook zien hoor. Ja, je moet ook zien. Kijk, deze gaat dun, hier, zag je naar geel? Nee. Ook draaiend gespeeld, hè? Dus je zou nu op 1 been moeten gaan staan.
En dan kijk of je de juiste dikte hebt, of je in balans staat. Maar hij kon niet dunnen toch? Maar hij kon niet dunnen. Nee, je ziet het. Hij raakt nog veel te dik. Ja. Hij was wel zacht gespeeld, maar hij raakt nog veel te dik. Kijk, dit is mooi. Zie je, kijk. Gewoon rood spelen, plaatsing op wit. Het is gewoon eigenlijk een simpele bal. Het lijkt heel wat, maar hij is super raar. Ja, dan gaan wij maar om dat hij daar blijft. Hè? Nu ga je gewoon weer met links effect naar wit toe. Ja, dan ga ik zo. En zachtjes naar wit toe met links effect. Geef het niet zo zwaaien. Niet die rode erbij wil hebben. Nee. Gewoon dan maar mis, weet je, maar gewoon. Gewoon de bijt op niet, hè? Nee. Voelen, tik. Keurig, kijk eens. Ja, dit is techniek, Jan. Kijk, nou een trekstootje. Hey! Hoi! Waar kon jij daar vandaan? Ja, zo. Ja. Was het toch wel jatten? Ja. Wat leuk. Ja. Wil je wat drinken? Oh, kijk. Die moet eigenlijk over mogen. Nee, mij mag niet over. Dat is stom. Maar die bal, dat werkt wel allemaal niet goed. Nee, maar het gaat wel goed. Echt waar? Ik heb het verkeerd gegeten, denk ik. Nee. En ze gingen daar ook allemaal weg, hoor. Ja, puur. Dus dat niet. Dat is het niet. Ah, ja. Hij gaat wel de goede kant. Ja, hij is in. Leg het maar. Hij heeft toch wel effect? Je weet het niet. Ja, maar op zich weet je het wel. Alleen de uitvoering moet relaxen. Kijk, Arie is relaxed als dood. Hij raakt nu, je hoort Harry nu niet mopper of zo. Nee, maar je moet je wel te horen zeggen. Ja, dan komt omdat ik tevreden ben met wat ik doe. Ja, dat is je bent echt in een soort trance aan het biljarten. Ja. Dat is leuk. Ik raak niet dan een bal, maar ik heb wel steeds mijn bal waar ik hem hebben wil. En daar gaat het eigenlijk door. Daar ging het ook een beetje om. In deze weer hetzelfde. Gewoon plaatsen. Kijk, zie je, Jan, maakt niet uit waar rood heen gaat. Trek hem maar op. Of je plaatst van rood nog een keer naar geel, mag ook, maar ik bedoel, die trek ook leuk. En plaats hem op rood, hè. Ja. En niet tegen van die geel moet erbij, gewoon erop trekken en gewoon plaatsen op rood. Kijk, dit is veel netter. Kijk, en dat hij er dan toevallig bij rolt, die gele bal. Hij is al ver zat, hij hoeft niet verder. Kijk, dan ga je dun over bal, dan heb je weer een puntje extra. En dan trek je hem alsnog weer terug, zie je. Wat doe je erin van? Hey, ik stel me niet direct voor, ik ken dat al. Ja, ik ken dat niet. Hey? Er was nog een beetje druk in de molen, of? Nee. Van de band ook de helft is er niet. Nee. Dat durf ik niet aan. Maar ze hebben gelijk, hoor. Ze hebben gelijk. Ja, natuurlijk. Hij ligt ervoor. Ja, en dan maakt het gelukkig een lastige bal. Hebben wij nou die rode erbij halen of wij nou gewoon een puntje zachtjes plaatsen? Nee, gewoon een puntje maken, ja. Ah, oh, oké. Okay. Jan wil gewoon een puntje maken. Ja, nee, maar dan lag je allemaal niet voor slapjaris. Ik wil een puntje niet maken, ik wil wel dat die gele met die wit te leggen. Kan een puntje maken of niet? De rest maken wij niet heel veel uit. Dus ja, kom maar goed, Harry, hoor. Dit gaat alleen maar. Dat weet ik ook wel. Hij heeft een luchtje, pap. Kijk, ze gaan het met leggen gewoon allemaal bij. Dat gaat erom. Dat probeer ik te doen. Ik moet proberen te blijven staan. Ik zie het wel. Perfect, hoor. Dan mis ik er wel een paar, maar dat geeft niks. Dat doet de zaak, ja. Dit is mooi. Het is gewoon goed, joh. Zie je dat je nou niet zo geforceerd bezig bent? Ja. Relaxed. Trek even rood en een plaats van geel.
Kijk, hij ligt gewoon, je kan heel diep gaan zitten en je, je trekt hem gewoon mooi naar geel toe. Zie je, kijk, en die komt er dan toevallig weer bij die door. Zie je? Nou, trek van rood een plaats op geel. Ja, dat het niet zo is, maakt het ook niet uit, Jan. Blijf heel bij die gele. Ja, trekken we gewoon mooi vol op die gele. Kijk, en die rode heeft er helemaal niet bij, zie je? Als je maar dan verder op weg. Als je zo een beetje gaat, als je zo een beetje gaat, en nou gewoon zo. Ik snap het wel, want ik moet wit. Ja, bij die gele houden. Ja, dat snap ik wel, bij die gele, maar hij moet wel zo geplaatst zijn. Nee, dat maakt niet uit. Dat maakt ook niet uit, je bent alweer veel, hij wil alweer veel. Ja, dat is het punt, dat zeg ik. Je kunt niet zo gauw houden. Zag je naar rood, een tik, op dikte. Kijk, en staan blijven, rustig blijven staan. Kijk, dan ga je weer van rood naar wit naar geel. Kijk, hij is even te hard, want je legt niet bij rood. En Jan, kijk, ja. Nou leg je ver bij rood vandaan. Ja. Als je dichter bij rood legt, kun je veel makkelijker via het bandje naar geel. Ja. Nu moet je hem weer intrekken naar die geel. Zie je? En dan moet je hem weer forceren om hem te raken. Of heel dik, en dan moet je met een mortier gaan zoeken, of weet ik wat. Maar goed, dat is het. Dat is, ja, op zich, het is ook allemaal prachtig raar, dat is het punt niet. Dat is dus wat je, dat is dus, Mike, waar jij dus eigenlijk de fout op ingaat. Ja. Nee, serieus, want dat geloof je niet, want Kaiser zei dit spelletje begonnen. Ja. Om de stootbal bij de derde bal neer te leggen. Ja, ja. Daar doen we dit voor. Niet voor die karambol. Nee. Nee, we stoten, wat ik doe, en hij ook probeert. Ja. Dat ik nu van wit ga en dat hij bij rood of raak of niet raak, maar hij moet gewoon in dat serieusje van rood leggen. Dat waren we aan het doen. Ja, ja, ja. De opdracht was dat ze blijven kijken en over de keu heen kijken. Ja, en de bal bij... Dat was het. Bij drie leggen. En de bal bij drie leggen. Ja. En dan raak of niet, dat maakt niet uit. Ja, dat gaat hij nou weer doen. Kijk. Hebben we? Is perfect. Hier maar hij is gewoon hier, daar gaat het om. Waar ik mis, maar hij is, waar hij bezig moet. Dit is echt klasse. Nee, kan ik het niet. Maar. Dank u. Allemaal. De moeder voor je. Ja, nee. Die snap wel de gast wel. Mooi, nee, dat doe ik niet. Kijk. Echt niet. Dan zien we een film. Heb je een filmpje aan staan te vallen? Want dan kan ik dat zien, maar. Filmpje? Ja, is dat dan. Nee, het is niet jij, dat is gewoon. Nee, het is wel mooi, dit. Het is een goede. Je zou lekker ding op. Dit is echt knap hoor. Godverdorie. Waar gaat dit heen, Jan? Dit? Dat is voor mij wat heen. Dat gaat nog maandagavond. Godverdorie. Oude rukken. Heb je zeker een mooie bandballen gemaakt? Krijg je een simpel trekstootje dan, snap je? Ja. Dat die kooi mag wat in principe. Ik vind het mooi. Kijk, ja, de gele bij is leuk. Ja, maar ik vind het toch niet meer rood? Ja, ja. Maar je speelt ook twee nu. Je speelt ook twee. Gewoon trekken van geel en niet nadenken wat die geel doet. Gewoon naar rood toe. Keurig. Zie je? Je hebt pech dat hij hem dun raakt, dat hij dan tegen de bal aankomt binnen. Omdat je hem te dun raakt door rood. Dan weer los. Ja. Hij legt los. Los legt hij los. Aantal bereikt. Ja, maar zeker. Oeh, die over. Ja, dat weer over. Waar zo met hebben we dat over? De hele avond al over. Dan weet je de prijs van het laken, toch? Nog een Harry. Ik weet het niet. Nou. Jan. Kijk, dit is in principe ook, dit is gewoon een vette plaatsing, hè? Deze kan je gewoon optrekken in één of rondspelen. Maar ik daarna doorspelen, hè? Ja, is goed gespeeld. Kijk, weer naar die rode. Hè. En je bewering, hè? Het is ongelooflijk, dit. Duur van rood en winnen. Ja, ik bedoel, ze zijn allemaal heel relaxed, gaat het eigenlijk. Ja, heel wat anders. Van rood, zou hem toch van rood spelen? Nee, natuurlijk niet. Oké.
Maar dit is wat je normaal doet, hè? Dit. Kijk Jan, dit doe je normaal. Ja, ik leg dat weer mooi bij rood. Ook goed hoor, ook goed. Ja, het is op zich is het goed. Maar ja. Maar je ziet gewoon met plaatsingsballen over het bandje dat je gewoon een heel sterk trekstoot terug krijgt. Ja. Als je naar 3 speelt. Laat ik denken. Ja, dit is nou ook zo'n intrap. Wat ga je nou doen? Nou, dun in de rond. Ga ik dat doen? Dus de concentratie moet op dun zitten. Diep aan je bal. Netjes zo. Waar een mooi spel. Kijk maar aan, hè. Mooi antwoord, hè. Ik vind het mooi. Ik vond het ook heel mooi. Hey. Wat een wedstrijd, hè?